snap soms oprecht niet waarom mensen iets nastreven dat niet ten goede komt van mensen. Maar voor mooie begrippen als de economie of groei of... Hè, en dan denk ik, ja, maar... ja, ik kan het daar gewoon soms echt niet bij dat mensen die winst uit het oog verliezen. Laat ik meteen maar duidelijk maken dat ik weinig heb met politiek of met een partij. Maar ik heb wel wat met deze man, Henry Swinkels. Hij is politicus en werkt als gedeputeerde leefbaarheid en cultuur bij de provincie Noord-Brabant. Dat hoopt hij ook te blijven doen. Ik ben hem de laatste jaren vaker tegengekomen met mijn camera en steeds weer prikkelt hij mij met zijn aanpak en zienswijze. Ik meen dat wij vooral ook een beetje de omstandigheden moeten creëren dat mensen apart mogen zijn. Volgens mij moeten we juist dat experiment aangaan en van fouten leren. Dat mensen zich leren te verplaatsen, empathisch te zijn in deze samenleving om oog te krijgen voor anderen. Hij oogt niet als een normale politicus. Misschien wat raar om te zeggen, maar hij lijkt soms meer op een kunstenaar of een uitvinder. Vorige zomer reed ik op een elektrische fiets door Brabant op zoek naar de luchtfietsers in de provincie. De dromers, de mensen die het anders zien. Ook Henry kwam toen op mijn pad. Henry, jij bent gedeputeerde. Is het mogelijk om als gedeputeerde te luchtfietsen? Oh. wel mogelijk, maar je bent natuurlijk toch onderdeel ook van een politiek bestuurlijke situatie. En in dit geval binnen de provincie. Ja, zo'n provincieorganisatie die controleert ook heel veel. En er zijn natuurlijk allemaal systemen gemaakt om te zorgen dat wij terecht, want we hebben publieke middelen, allemaal belastinggeld dat we uitgeven. Dus er moet goed gecontroleerd worden dat wat wij doen, dat we dat niet alleen een soort hobby is van onszelf, maar dat diensten komt van de hele samenleving. En er is een heel mechanisme omheen gebouwd om dat te controleren. Dus dat mechanisme heeft een beetje in zich dat wij alleen maar doen wat we kennen. En doen waar we vertrouwd mee zijn. En als we niet vertrouwd in zijn, dan gaan we allerlei veiligheidskleppen inbouwen om te zorgen dat het absoluut niet mis kan gaan. Terwijl het de eigenschap van de mensen die nou net die buiten die lijntjes willen kleuren is van dat het misschien ook mis kan gaan. Dat je soms het risico moet lopen om te leren van iets wat je hebt gedaan en het fout ging, maar daardoor wel lessen kunt trekken over hoe je het de volgende keer zult gaan doen. En daar zit misschien wel een veel grotere ontwikkeling in dan allemaal de vertrouwde weg bewandelen. Sterker nog, ik denk dat we in de toekomst juist dat soort wegen moeten leren bewandelen, ook als overheid, om de juiste oplossingen te weten te creëren. Die houding maakt mij nieuwsgierig. Later die zomer zat ik naast hem tijdens een diner en besloot ik om hem in deze campagnetijd eens op te zoeken. Goeiedag, meneer Swinkels. Hey, je hebt het gevonden. Hoe is het? Prima. De carnaval overleefd? De carnaval overleefd en nu probeer ik een beetje rustig aan te doen. Ja. Ik zie gelijk al kunst aan de muur. Ja, dat heb ik, hoe lang had ik nou? Is misschien al wel 35 jaar geleden of zo geschilderd. Dat heb je zelf gemaakt? Ja. Jij schildert zelf, Henry. Wat een authentiek huis, joh. Ja. Ik praat een paar uur lang met Henry en er zijn een aantal woorden die steeds weer terugkomen. Dat mensen die mensen het menselijk creatief. We moeten het echt gezamenlijk doen. Creativiteit, experiment. Mensen zijn creatief. Mensen. Passie. Mensen. Creatief. Mensen. Mensen. Experimenteel. Mensen. Creatief. Mensen. Mensen. Oké, de mens. Hij heeft het continu over de mens. En dat wat we doen daar ten goede van moet komen. Hij vecht voor meer ruimte voor creativiteit. Op allerlei manieren. Meer kunst en cultuur op scholen. En hij heeft zelfs een wet op behoud van creativiteit in het leven geroepen. Cultuur ziet hij als het cement van de samenleving. Het is wat ons verbindt. Natuurlijk ben ik meteen nieuwsgierig naar die creatieve experimentele kant van hem. De luchtfietser. Hoe is die zichtbaar in zijn aanpak? Met het programma afgelopen periode hebben we gezegd, we gaan nou eens niet vertellen als provincie hoe het moet. Dus, klinkt heel simpel, maar dat is eigenlijk voor veel overheden bijna not done. Omdat overheden vaak met programma's werken. Dat leggen ze voor bij gemeenteraad en bij de staat of bij de Tweede Kamer. En dan vertelt men natuurlijk waar men op uit moet komen en wat het doel is. En uiteindelijk reken je de minister of in mijn geval de gedeputeerde af op. Heeft hij dat doel wel of niet bereikt? En dan is het best lastig om met een programma te beginnen waarbij je zegt, wij gaan geen doel stellen. Dus ik ben erg blij dat we in Brabant en met elkaar, ook de staten, dus het lef hebben gehad om dat wel te gaan doen. En te zeggen, nee, we moeten ophalen wat er in die samenleving gebeurt. En dan gaan we kijken, wat kunnen wij dan als provincie helpen? Het is omgekeerd eigenlijk. Ja, het is helemaal de omgekeerde wereld. Maar als een hele organisatie niet is ingericht op zo werken, is het best moeilijk om ook de hele organisatie
te kantelen en daarmee de omgekeerde weg te laten bewandelen. Hij vliegt het dus van onderaf aan. Dat is eigenlijk wat ik altijd zie als ik hem tegenkom. Hij staat tussen de mensen in. Dat is eigenlijk misschien wel de basis van mijn drijfveer. Hoe zorgen we nou dat iedereen in de Brabantse samenleving mee kan doen? Mijn vader was onderhoudsschilder bij de PNEM toen nog, de Provinciale Noord-Brabantse Elektriciteitsmaatschappij. En dan had het allemaal niet breed. Het was echt, we hadden nog zo'n bak met voor elke dag zo'n spaarpotje. Dus daar kwam het loon binnen. Dan moest dat over de dagen verdeeld worden om niet te zorgen dat alles ineens op was en je aan het eind van de week niks meer over had. Maar hier ben jij opgegroeid? Ja, ja. In deze straat, in welk huis dan? In de... Ja, helemaal op het eind. Bijna op de hoek. Ja, achteraf gezien hebben zij eigenlijk heel hun leven wel ingezet voor het geluk van hun drie kinderen. En dat dwingt denk ik wel bij jezelf respect af. Dat als dingen allemaal niet vanzelfsprekend zijn. Het lijkt er dus op dat hij de kansen wil doorgeven die hij zelf ook gekregen heeft. Volgens mij herkennen we allemaal in onze eigen lokale situatie dat mensen moeilijker mee kunnen komen vanuit gezondheid, eenzaamheid, kwetsbaarheid, handicaps. En hoe kun je nou de individuele kracht of de gezamenlijke kracht ontwikkelen om voor die mensen iets te betekenen? De laatste jaren is hij onder andere heel hard bezig geweest om via evenementen, bijeenkomsten, initiatieven steeds maar weer verschillende werelden bij elkaar te brengen om daar iets te laten ontstaan. Wat is de beweging die je in gang hebt gezet nu? Ja, nou ja, dat gaat dus over kunnen wij weer op een schaal van de buurt, wijk, dorp, kunnen wij daar de zaken weer met elkaar organiseren. Want ik merk wel dat, nou misschien wel met de mooie traditie die we in Brabant hebben van familiebedrijven. Er zijn ook sommige hele grote familiebedrijven bij, maar die hebben nog wel steeds hun wortels in die samenleving. En die snappen nog steeds dat je bij die wortels water moet blijven geven om te kunnen groeien. En als je dat verloochent, dan verlies je dat contact en dan word je misschien een internationale speler, maar niet meer geworteld in. En dat wortelen, dat doe je met elkaar en met de samenleving. En als we dat goed doen, dan zal dat ook groeien. Ik heb overigens nog niet helemaal het idee dat we daar al zo ver in zijn, dat dat dan helemaal zo verankerd is dat het niet meer kan stoppen. Dus dat vind ik ook wel spannend. Op welke manier ik daar ook maar aan kan bijdragen. En ik hoop natuurlijk in de volgende periode gewoon in deze functie door te kunnen. Want dan kun je door met het werk waar je mee begonnen bent. Maar anders zou ik dat proberen op andere manieren te doen. Nou, als er meer politici waren zoals hij, zou ik dat niet erg vinden. Hij staat trouwens als nummer 2 op de kandidatenlijst van de SP. Succes, Henry!